wahrscheinlich auch hier. Ist ein Reif. Een hele goede avond, mensen. Hier zijn we weer vanuit Rotterdam. Bij een mooi plekje eens een keertje. Niet in de stad, maar lekker bij de Veerhaven. Maar oké, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het wel over hebben. Ja, die lekkere regering die er momenteel zit. Ze zijn afgelopen vrijdag zijn ze op de kont gegaan. Is het kabinet gevallen, maar die lullo's zitten er nog steeds. En daar ga ik het eerst eens even over hebben. Men is nu bezig over de toeslagaffaire. Daar zijn de laatste jaren heel veel mensen, gezinnen, mee in de problemen gekomen. Mensen zijn gescheiden, zitten in de schuldsanering, krijgen de geld niet. Wanneer wordt er eens een keertje door het rechtssysteem eens een keer wat aangedaan? Dat onder andere Rutte en alles eens een keertje opgepakt worden en berecht worden naar onderzoeken. Want ik kan allemaal niet meer hebben wat er in Nederland gebeurt. Waar verlaten wij dit momenteel allemaal toe? Alles wordt maar in een potje gedaan. Alles, hij zegt altijd maar van ik ben het vergeten, ik weet het niet meer. Nou, ik heb er niet mee gedaan of meegemaakt, maar veel mensen natuurlijk wel. En het is één grote schande. Hoe kan het nou dat ze verleden week is het kabinet gevallen en ze zitten er nog steeds? Ja, Rutte die zegt elke keer van, ik wil die coronamaatregelen aanhouden, want daarvoor zitten ze nu. Nou, voorlopig zit de keet nog vol en is er helemaal niemand weg daar zo. Ook het coronagebeuren is een groot leugen. Want er wordt weer momenteel gezegd, ja we krijgen een Engelse variant. Als het nou allemaal zo gevaarlijk was geweest, want ze zeggen, waarvoor laten ze dan momenteel nog steeds vliegtuigen van Engeland naar Schiphol vliegen? En hier naar Rotterdam en vice versa. Dus het is helemaal niet zo gevaarlijk als dan men denkt. Waarvoor vinden wij nog steeds goed, ik zeg het weer, zo voor de zoveelste keer. Waarvoor vinden wij het nog goed en dan nemen wij er geen maatregelen tegen. Dan mensen die op de lijst staan om geopereerd te worden, die moeten op de lange baan worden geschoven van de ziekenhuizen. En die moeten wachten, die worden steeds zieker. En allemaal om één groot stinkleugen. Ja mensen, ik weet dat er een hoop andere dingen gaan gebeuren, maar daar heb ik het nou niet over. We hebben het nou even over hier in Nederland. Want hou de pleurisootje in Den Haag, moet eens een keertje flink aangepakt gaan worden. Mensen roepen maar, we moeten met z'n allen naar Den Haag, dat gebeurt niet. Er zijn kerels die zeggen, wow, we hebben een heleboel kerels, sterke vrouwen. Ja, we zijn al een jaar bezig en er is nog steeds niks gebeurd. Nou even een klein dingetje, nou ja eigenlijk klein, een schandalig probleem, wat er een zondag in Amsterdam is gebeurd. Ja politie, wij weten dat jullie mee zitten te kijken, maar ik heb het niet over de goede agenten, want die zijn er ook genoeg. Maar ik heb het over de klerenleiers, die oude mensen in elkaar lopen te rammelen en die maar in het wild lopen te slaan. Hoe is het mogelijk dat dat hier in een mooi land allemaal kan gebeuren? Wanneer staat Nederland op? Wanneer gaan we er nou eens een keertje wat aan doen? Wat een zondag is gebeurd. Mensen staan er vredelievend een beetje uit elkaar een praatje te maken om een heel groot plein, het museumplein. Er was helemaal niks aan de hand. Waarvoor burgemeester Halsema en burgemeester Van Zanen van Den Haag gooien jullie elke keer busjes vol met gasten? De zogenaamde Romeo's. En waarvoor zorgen jullie ervoor dat dan de pleuris uitbreekt? Sorry, ik ben een echte Rotterdammer, dus je woorden gebruik ik zo. Want we zijn een goed wisselrom, want het kan zo niet langer. Daarvoor zeg ik, ik heb het niet over de goede agenten, want die zijn hier in Rotterdam en andere plaatsen ook heel veel. Maar de slechte, waarvoor hebben jullie de eed afgelegd? Hebben jullie dat gedaan om mensen in elkaar te rammelen? Om oude mensen de kop in elkaar te slaan? Zou je dat bij je eigen vader, je eigen moeder of je eigen vrouw ook durven te doen?
Hoe zijn jullie van de week s'avonds thuis gekomen? Waren jullie blij dat jullie tegen je vrouw konden vertellen wat jullie gedaan hebben? Nou, jullie zijn gewoon één pot stront klootzakken zijn jullie. Het zal tijd worden dat deze agenten die lopen te flikken, eens een keer de pakjes aan de willen hangen, de wapens aan de bazen teruggeven en lekker heel het politiesysteem gaan verlaten. Want jullie zijn het gewoon niet waard. Jullie zijn er namelijk voor om het volk te beschermen en niet in elkaar te rammelen. Daarvoor zeg ik ook tegen de goede agenten, ga jullie nou eens afscheiden en distancieren jullie eigen van de slechte. Want ook jullie krijgen deze naam, terwijl er nogmaals, ik zeg het weer, heel veel goede agenten zijn. Dan mevrouwtje Halsema, ook zo'n lekkere burgemeester van Amsterdam. Waarvoor sta je als BML-kom, de zwarte mensen, ik heb niks tegen de buitenlanders. Maar waarvoor laat je dan wel alles toe? Sta je zonder mondkapje op de Dam? Mogen duizenden mensen staan? Er is geen één agent die wat doet. Nee, ze gaan zelfs mee zitten knielen. Want het is BML en KOZP. Waarvoor doen jullie dat dan niet? En waarvoor wel? Als ons eigen volk, wat hier in een groot mooi Nederland is geboren, als die gaan demonstreren, wat ons recht is, wat wij mogen, waarvoor worden die in elkaar gerammeld? Want dat was zondag absoluut niet nodig geweest. Waarvoor moeten wij altijd maar tegen ons gezegd worden, hou je aan de anderhalve meter. Doen de agenten dat in de busjes? Nee. Doen de agenten dat als er andere mensen in elkaar lopen te rammen? Nee. Doen jullie dat als jullie na de hand bij een patatkraam staan te vreten en lekker bij elkaar staan en lopen te vertellen, goh, heb je er eentje in elkaar gerommeld? Leuk hè? Houden jullie ook geen afstand? Ten tweede, de spoedwet is nooit ondertekend, mensen. Alle mensen zeg ik tegen, ik ga niemand lastigvallen weer met verhalen over de mondkapjes en dergelijke, want daar zijn we al een jaar mee bezig. Maar hou op met omkijken. Stop eens een keer met televisie kijken. Het is één groot leugen. De spoedwet is niet getekend door de koning, de zogenaamde koning, dus daar zeg ik het weer. Dus is ook niet rechtsgeldig. Daarvoor, daar ga ik het dadelijk nog even over hebben, over de regering. Maar daarvoor kunnen ze jullie helemaal niet lastigvallen in de winkels, niet op straat. Wij mogen gewoon knuffelen, we mogen zoenen, we mogen elkaar omhelzen, we mogen knuffelen. Want nogmaals, het hele virus gebeuren is één groot leugen. Als je momenteel geld wil gaan pinnen, dan komen jullie erachter dat er veel geldautomaten weg zijn. Dan er heel veel bankkantoren van de Rabobank, van de ING, wat even, noem maar op. Wij hebben het hier nagegaan in Rotterdam. Zijn allemaal leeg. Waarom is dat? Ze willen namelijk het contante geld weg hebben. Dat willen ze alleen maar doen omdat we dadelijk alles digitaal moeten doen en ze kunnen jullie lekker allemaal controleren. Fijne mensen dat jullie over intrappen. Ja, en dan komt de grote klapper. Dat stinkere kabinet wat er na vrijdag nog steeds zit, wat volgens de zogenaamde coronawet nog steeds denkt alles te mogen kunnen en willen en mogen doen, die komen morgen ineens, voilà, met een hele vroege persconferentie. Normaal s'avonds om 7 uur. Weten we het nog? En nu ineens om 12:30? Ja, natuurlijk. Want morgenavond zal die avondklok wel ingevoerd gaan worden van 8 tot 4 uur 's nachts. Leuk hè, voor de oude mensen die de oorlog mee hebben gemaakt. Leuk hè, voor de oude mensen die hebben gevochten. Nou, ik vind het helemaal niet meer leuk. En we moeten gewoon lekker de straat op blijven gaan. Lekker je hondje uitlaten. Lekker met je mannetje en je vrouwtje lekker blijven wandelen. Goed, het is af en toe een beetje koud, maar dat maakt niet uit. Moet je ervoor over hebben. Omhels je elkaar lekker. Waar agentjes bij staan te kijken. Want beste mensen, ze kennen hier geen fuck maken. Ook het feit dat ze bezig zijn, dan dadelijk als mensen, papa en mama ziek zijn, dan ze de kindertjes uit huis willen plaatsen. Jongens, we wonen in een vrij Nederland. Word wakker, want dit staat jullie allemaal te gebeuren.
kom alsjeblieft als wij, ik en mijn maat hier en mijn vrouw, maar ook andere groepen staan te demonstreren. Kom de straat op, wij doen het niet voor onszelf. Ik sta hier ook weer niet om bij jullie op beeld te komen. Nee, ik doe het allemaal voor jullie, want ik ben flink pissig. Daarom vraag ik ook eens een keertje, heer Grappenhuis, jij denkt ook altijd alles dat je alles mag. Wij mogen niet feesten, we mogen niet drinken, we mogen niet naar de kroeg, we mogen niet, geen bruiloft vieren, jij wel. En jij bent toch meneer officier van justitie, zal niet tijd worden dat je Rutte en nog een paar anderen eens een keer vast laat zetten, want ze hebben allemaal bloed aan de klauwen en gaan overlijken. Zijn we de MH17 niet vergeten? Zijn we nooit vergeten dat ze geld hebben gegeven aan landen voor wapens te kopen, zodat ze verder konden vechten? En ik ben ook heel eerlijk, ik heb een heel groot vermoeden, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik zeg het wel. Weten we nog wat er met Pim Fortuyn is gebeurd? Waar ik ook een groot vermoeden van heb. En daarom zeg ik, mensen, hoor toch eens een keer allemaal wakker, joh. Die gasten moeten weg uit Binnenhof. Blijf niet zitten toekijken. Het is voor jullie kinderen, voor de toekomst. En niet voor mij in beeld te komen. Maar ik wil jullie allemaal helpen. Want die klerenleiders, die momenteel weer in Den Haag zitten te deporteren, die gaan morgen weer rottigheid vertellen. En zo knijpen ze elke keer jullie strot een stukje verder dicht. Daarom, mensen, sta op. Worden eens een keertje wakker. Ook het leger. Ja, ik kan niet alles zeggen, maar ik ga er weer zeggen in opdracht van. En ook de goede politieagenten. Zal het dus niet tijd worden dat jullie ook wakker worden? Want het is ook voor jullie lichaam. Het is ook voor jullie vrijheid. Het is ook voor jullie kinderen en familie. Zal het dus niet tijd worden, mijn apart vanavond al, dat jullie dat zootje arresteren. Lekker in het schavot pleuren. Onderzoek gaan instellen door justitie. En dan die gas is zwaar gestraft worden. Mijn apart een volkstribunaal. Want dat is een keertje heel hard nodig hier. Want Rutte en de zijnen die denken, potverdomme, dan ze alles maar kunnen. En mogen. En dan moet eens een keertje afgelopen zijn. Daarom dat wij vanavond hebben besloten dit weer te doen. Want morgen gaan we nog meer doen. Maar dat zeggen we nog eventjes niet. Ja, politie, jullie zitten mee te kijken. Wij doen het ook voor jullie. En nogmaals, wij hebben recht om te demonstreren. Men heeft geen recht om ons in elkaar te rammelen. Wat zondag is gebeurd en ook in het verleden in Den Haag. Wij doen het ook voor jullie. En de ratten die dit allemaal lopen te doen, die moeten niet meer naar de baas luisteren. Die moeten gewoon lekker thuis gaan zitten, ontslag nemen. En de goede agenten moeten overblijven. Want jullie zijn er voor het volk. En niet om die klote burgemeesters, niet de klote regering te beschermen. Maar jullie hebben een eed afgelegd voor ons. En niet voor dat rotvolk. Daarvoor hoop ik dat morgen na de persconferentie, en jullie politie zitten mee te kijken. Ik zeg het nogmaals, maak me geen reet uit. Ik hou mijn bek voor niemand. Daarvoor hoop ik dat morgen vooral in de grote steden door heel Nederland, als de persconferentie afgelopen is en inderdaad de avondklok wordt opgeroepen. Oh ja, zijn we ook nog tussen 15 kilometer vergeten net zoals in Duitsland. Want Rutte, die doet alles wat Merkel doet. Die doet alles wat Macron doet. Zo neppend is het allemaal. Maar zullen wij eens morgen met z'n allen door heel Nederland eens een keer opgestaan en actie gaan ondernemen en gaan demonstreren naar wat er nu allemaal gebeurt. Want mensen, het is voor jullie gezondheid, voor jullie vrijheid, voor de toekomst van je kinderen, voor de oude mensen die opgesloten zitten, die niet naar buiten mogen, die momenteel ook lekker volgespoten worden met die ting zo die ze in je lichaam willen duwen. Mensen doen dat ook niet, want jullie hebben al kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Hè? Er zijn er al heel wat doden gevallen. 29 al in Noorwegen, een heleboel al in Amerika. Mensen, doen het alsjeblieft niet. Kom morgen overal naar buiten. Ga de straat op. Ja, ik ga dansen door het leven. De mensen die mij kennen, die weten wat ik doe. Maar ook ik ga het morgen doen. Ik ken me niet rotten. We zeggen nog niet hoe, we zeggen niet waar. Maar dan moeten alle groepen, die moeten eens een keer de mensen op gaan roepen en volk morgen proberen de straat op te staan.
op te gaan, sorry. Want het is hard nodig. Want een zootje in Den Haag moet opgepakt worden. Mijn apart door de politie, mijn apart door het leger, mijn apart krijgen ze volkstribunaal. Want als ik wat doe, of mijn maat, of mijn vrouw, of jullie mensen, worden we ook opgepakt. We worden al voor het kleinste dingetje opgepakt. We worden afgeluisterd, we worden nagegaan op Facebook, op Twitter. Want wij mogen niks. En de klerenlui is in Den Haag wel. Nogmaals mensen, wij doen het niet voor ons. We doen het nog altijd voor jullie. Want er moet eens een keertje wat gaan gebeuren. Wij willen vrede terug in Nederland. We willen hebben dat de mensen die nu ziek thuis zitten, geopereerd kunnen worden. Wij willen hebben dat we onze vrijheid terugkrijgen. Dat we overal weer naartoe kunnen. Want mensen, hebben jullie nog steeds niet door dat alles kapot moet gaan? Eerst kreeg de horeca de schuld, moesten allemaal sluiten. Vele zaken staan leeg, die staan te huur. Toen kregen de NKB'ers de schuld, moesten de zaak sluiten. Ik heb niks tegen de mensen uit het buitenland, want er zitten heel veel goede lieve mensen tussen. Maar Rutte en de jongen, waar we mogen die daar zaakjes wel open houden, zoals de avondwinkels en de zogenoemde groenteboertjes. Laat ik het zo maar noemen. Waar we mogen die wel open blijven. En blokken en andere zaken, weet ik wel wat je allemaal hebt, moeten die allemaal sluiten. Waarvoor moeten die allemaal kapot? Vertel dat ons eens een keertje. Kom toch eens een keer, Rutte en de jongen, kom eens een keer het plein op. Ga een keertje naar buiten, vertel de waarheid. Heb het lef eens een keer in jullie schoenen, dat jullie eens een keer het volk gaan toespreken en zeggen van we hebben gelogen, we lopen de boel te belazeren. Kijk niet naar Soros. Kijk niet naar de pleurisgeld waar jullie het allemaal voor doen. Dan hebben wij hier een heel groot ziekenhuis in Rotterdam, de Erasmus Universiteit. Daar werken zeker meneer Gommers. Meneer Gommers, als u daar werkt, moet je niet gaan lopen liegen van de IC's loopt vol. Moet je ook niet gaan lopen vertellen mensen, neem het vaccin. Want vertellen volgens nou eens een keertje eerlijk. Dat je ook voor de farmaceutische industrie werkt en in een zootje zit. Want daar doe je het allemaal voor, hè. En ik denk de heer Kuipers ook al hier in de Erasmus. Ja, ik zeg het allemaal, ik heb me gereed schelen. Want we doen het voor de politie, we doen het voor de NKB'ers, we doen het voor de... Echt, jullie weten het allemaal wel. En we doen het niet voor onszelf. Maar mensen, word morgen wakker. Ga het allemaal eens een keer de straat op. Kijk naar nou wat er aan de hand is, want er gaan nog meer gebeuren, maar daar heb ik het nou niet over. En nogmaals, laat dit niet meer toe. Denk aan je gezondheid, denk aan je kindjes. De oudjes moeten weer lekker naar buiten kunnen. Mensen, het gaat zo niet langer. Het hele zootje moet eens een keer opgepakt worden en dan moet afgelopen zijn. Ik wens jullie allemaal een hele goede avond. Ik hoop dat er morgen flink wat mensen wakker zijn. Naar alles wat er weer gaat gebeuren, naar hetgeen wat ze allemaal willen doen, want ze knijpen jullie strot heel langzaam dicht, want zo leven jullie er naartoe en merken jullie het niet. Maar mensen, mondkapjes af, word wakker. Nogmaals, goede avond en tot de volgende keer. Mijn dank. Groetjes aan jullie allemaal.